Ik heb mijn make-up eraf gehaald en ga lekker naar bed. We hebben de hele avond op de bank gezeten en tv gekeken. En ik heb nog aan mijn scriptie gewerkt. Maar ik merkte dat Nick echt zoiets had. Oké, stop nou maar even en ga nou even met mij lekker gezellig doen. Want ik was ook een beetje gefrustreerd. Omdat elke keer dacht ik weer, ik moet dus nu alles wat ik uit boeken heb gehaald, in de tekst moet ik erachter zetten van welke pagina het komt. En dat wist ik niet. En het is dus freaking veel werk. Echt freaking veel werk en heel moeilijk. Dus ja, dat is gewoon frustrerend. Want dan had ik het hele boek 3 keer nagekeken. En dan had ik nog steeds niet gevonden waar het stond. Dat zijn dingen waarvan je wil dat mensen het van tevoren zeggen. Terwijl op het moment dat iemand dat zegt, denk ik ook wel, ja, nou, dat is ook wel weer logisch of zo. Maar ja, ik ga nu lekker slapen. Morgen weer werken. Van 10 tot 5, denk ik, ga ik vanuit. In ieder geval vanaf 10 uur. En dan moet ik natuurlijk wel een beetje fit zijn. Dus het is 10:30 en we gaan naar bed in. Bedankt voor het kijken. Wel trust en ik hoop tot morgen. Doeg!